probeerde de verdachte tijdens de zitting van 2 weken geleden de rechter nog te overtuigen dat hij echt niet harder had gereden dan 70 km per uur. Vandaag was de rechtbank duidelijk. Op het moment van het ongeluk heeft de verdachte zeker 114 km per uur gereden. En ook reed hij veel langer op de verkeerde weghelft dan de bestuurder toegeeft. Dat blijkt volgens de rechters allemaal uit het onderzoek. Toch is de straf die de man krijgt veel lager. De rechter zegt namelijk dat er geen sprake is van roekeloos rijgedrag. In het dagelijks spraakgebruik zou je vast en zeker spreken van roekeloos rijgedrag. Maar waar de rechter naar moet kijken is of er sprake is van roekeloos zoals dat in de wet is bedoeld. En dat betekent dat degene die dit ongeluk heeft veroorzaakt wel bewust onaanvaardbare risico's moet hebben genomen en die heel lichtzinnig zeg maar van tafel heeft geveegd. Nou, dat heeft de rechtbank onderzocht en daarvan zegt de rechter, nee, dat kan ik hier niet vaststellen. U was pas sinds 1 maand in het bezit van uw rijbewijs. Juist dat gebrek aan rijervaring maakt dat bij een beginnend bestuurder eerder dan bij een ervaren bestuurder sprake zal zijn van inschattingsfouten, zeker als het potentieel gevaarlijke verkeersmanoeuvres betreft, zoals bijvoorbeeld hier het inhalen van een ander voertuig. Alle 3 de dochters en ook andere familieleden van het omgekomen echtpaar waren vandaag aanwezig bij het voorlezen van het vonnis. En direct nadat de op te leggen celstraf werd uitgesproken, werd er geëmotioneerd gereageerd. Een woordvoerder van de familie zei later tegen me dat de familie boos en vooral teleurgesteld is over de in hun ogen te lichte straf. Er werd 5 jaar geëist, er wordt nu 2,5 jaar opgelegd. De familie vindt zeker dat gezien alle rapporten en onderzoeken die er gedaan zijn naar de te hoge snelheid, dat er veel zwaarder gestraft had moeten worden.